De Surinaams-Nederlandse rapper Dennis Oscar Bouwman, meer bekend als Def Rhymes, is afgelopen zondag overleden. De rapper gaf in een interview enkele maanden terug aan al ruim 4 jaar te leven met een steunhart in afwachting op een mogelijke transplantatie. In het interview met de Nederlandse host Fernando Halman tijdens de podcast Real Talk gaf Def Rhymes aan dat door zijn chronische hartfalen hij zich niet kon verzekeren wat hoge kosten met zich meebracht. De opgebouwde buffer moest worden gebruikt voor de vele ziekenhuisopnames. Tijdens de periodes in het ziekenhuis was de artiest niet in staat te doen wat hij het liefst deed en dat is optreden. Kan ik een blanke zijn? Ik wil een blanke zijn. Mag je iets laten zien? We gaan iets laten zien. Wacht. Wat is dat? Dit is mijn leven. Dit is mijn batterij. Oké. Okay. Kijk gewoon echt piepen. Als ik dit niet heb, een kwartier, ga ik dood. Echt? Ja. Mijn leven. En ik accepteer dit. Wauw. En hier treedt nog steeds elke weekend mij op. En doe gek mee. Maar leg even uit, wat is dat precies dan? Ik heb dat nog nooit gezien. Ik heb een motor in mijn hart. Ja. En die laat mijn bloedsomloop lopen. Wauw. Dat is een overbrugging voor een donorhart. Dus je hebt nu een donorhart? Nee, ik krijg een donorhart. Die krijg je binnenkort? Ja. Ik weet niet, zijn er mee bezig, denk ik wel. Oké. Okay. Maar had je dat, want je zegt je hebt 3 hartoperaties gehad. Ja, ja. Had je deze meteen na de eerste hartoperatie? Of wat? Ik had die wel, maar ik heb een gat in mijn buik. Ja. En daar gaat die motor in, die draad in. Ja. En dan komt die motor. Dennis had de wens uitgesproken om naar zijn geboorteland Suriname gebracht te worden voor zijn laatste rustplaats. Zijn nabestaanden hebben een inzamelingsactie opgezet om deze wens in vervulling te laten gaan. De familie hoopt dat de positieve energie van Bouwman gebruikt wordt en hij in zijn ieders hart zal voortleven. Zoals Def altijd zei, geniet van het leven, want het duurt maar even. Hou van jezelf, kies voor jezelf en zet jezelf op nummer 1. Het streefbedrag van de inzameling, €40.000, is reeds gehaald. Def Rhymes heeft veel bekende nummers, maar de bekende in Suriname zijn Schudden en Doekoe. De rapper werd 53 jaar.